Ik ben Hanna Loespen. Ik ben verslaggever van Parool en ik schrijf veel over de oorlog en het verleden van de krant. Hier zie je de redactie van het Parool. Hier wordt de krant gemaakt door de verslaggevers, nagekeken door de eindredactie en opgemaakt door de opmakers. Dat was vroeger, in de Tweede Wereldoorlog, toen het Parool een verzetskrant was, natuurlijk heel anders. Journalisten schreven ondergronds hun artikelen in het geheim en ze werden in het geheim ook gedrukt bij de drukkerijen. Dat moest, want als je gepakt werd, dan hing er een zware straf boven je hoofd. Je kon de doodstraf krijgen, je kon naar een concentratiekamp worden gevoerd of eenzame opsluiting krijgen. Frans Goedhart richtte de krant in begin 1941 op, samen met 5 anderen. Een van die andere journalisten verzon de titel, het Parool. Frans Goedhart zelf bedacht de wapenspreuk, vrij onverveerd. En dat betekent vrij en niet bang. Het eerste nummer verscheen op 10 februari 1941. Het Parool, vrij onverveerd. Er stond geschreven, wij willen dit niet. NSB wilde een burgeroorlog. Ze zullen hem krijgen. De krant werd rondgebracht door koeriersters. Vaak jonge mensen, meisjes van soms 16 jaar oud. Ze moesten voorzichtig zijn. Op de krant stond, snel doorgeven. Zorg dat dit in goede handen komt. De Duitsers maakten jacht op de journalisten. Frans Goedhart werd in 1942 opgepakt. Hij zat 20 maanden in eenzame opsluiting. Tijdens zijn opsluiting is het Parool flink gegroeid. De organisatie breidde zich uit. Het was een van de eerste kranten die schreef over de concentratiekampen. Iets wat de Duitsers natuurlijk niet graag zagen, dus de jacht ging onverminderd voort. Het Parool bleef tot het einde van de oorlog verschijnen. Het laatste nummer, nummer 99, verscheen op 6 mei 1945. Op de voorpagina stond, de capitulatie is thans een feit. De overgave is thans een feit. Aan het einde van de oorlog hebben omstreeks 50 medewerkers hun leven voor de krant gegeven. Het Parool hecht grote waarde aan het vrije woord. Sinds enkele weken is de Russische krant de Moscow Times in ons gebouw neergestreken. En dat komt omdat journalisten niet meer kunnen schrijven wat zij willen. Mensen mogen het woord oorlog en invasie niet in de mond nemen. Daar staan hoge straffen en hoge boetes op. Daarom zitten ze nu hier. Voor het Parool is het een groot goed dat niemand ons vertelt wat we moeten schrijven. Dat betekent voor ons vrijheid.